Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video een kleine preview van de verjaardagstaart van Noor. Mocht je mijn kanaal langer volgen, dan weet je dat ik elk jaar de verjaardagstaart voor ons dochtertje Noor zelf bak. Tot nu toe heb ik dat 2 keer gedaan. 1 keer voor een cake smash taart en 1 keer voor haar verjaardagstaart vorig jaar. Die video's staan in een aparte afspeellijst. Volgens mij heet die verjaardagstaart maken of taart maken, iets in die richting. Dus ben je benieuwd naar die taarten? Kijk even naar die afspeellijst op mijn kanaal. Vandaag is het nog niet zover. Noor is pas 29 december jarig. Dan wordt ze dus 3 jaar. En voor dan wil ik een taart gaan maken. Nu heb ik eerder dit jaar al een hele leuke taart gevonden. En dat was met Rice Krispies, een bodem. Dus die heb ik al geprobeerd. Die was hartstikke lekker, alleen niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Dus ik ben verder gaan zoeken naar een ander recept. En ik heb nu een andere no-bake cheesecake gevonden. Dus een taart die je niet hoeft te bakken. En wat ik heb gedaan, ik ben vanochtend even naar de Albert Heijn geweest om de ingrediënten te halen. En dan heb ik gewoon de ingrediënten van dat recept overgenomen. Maar wat blijkt nou? Ik ga zo'n bakblik gebruiken. En die is volgens mij 24 centimeter in diameter. En het blijkt dat ik ongeveer de helft van de ingrediënten nodig had. Dus ik ga je nu nog niet precies vertellen wat er in die taart zit. Dat moet je echt even afwachten tot december, januari. Dan denk ik dat de video's erop gaan komen hoe dat de taart er echt uiteindelijk uit gaat zien. Want ik ga vandaag het blanke recept uitproberen. Dus deze taart wordt wit. Maar er zit dus een kleine verrassing aan te komen. Dus wat ik nu verder nodig heb, dat ga ik zoals ik al zei niet vertellen. Wat ik kwijt was €11,66 voor alle ingrediënten. En daar kan ik dus 2 à 3 taarten van maken. Dus voor gemiddeld €4 per taart ben ik klaar. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik deze taart bak. Dat was hem dus, de taart. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je zoals altijd hieronder weer kwijt. Zoals ik al zei, het recept, daar moet je nog even een paar maanden op wachten. Dat komt dus rond december, januari online. En wil je op de hoogte blijven wanneer ik een nieuwe video upload? Druk even op het belletje en op abonneren. Dan krijg je van YouTube een melding als er een nieuwe video van mij op staat. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot een van mijn volgende video's. Doei!